Nou, goedemorgen allemaal. Wacht even. Oh, dat is ook een echo. Ik moet mezelf muten. Doe maar. Ja, zoiets. Ja. Dan, probeer het nog eens. Nog eens iets. Ja. Goedemorgen. Ja, want daar is nog maar kort tijd. Ja, gaat beter. Ja. Gaat beter. Oké, zullen wij Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Dan gaan wij beginnen. Simon, ik hoor mij alweer te laten. Dus ik hoor ik over. En Peter Kolk achter de knoppen. En ja, ons team is dan ietsje groter, niet veel groter. Nog drie mensen erbij, die zijn door verschillende omstandigheden hier nu niet. Ga ik kort even iets laten zien over de monitoring. Het is een breed begrip, hè, maar wij monitoren een aantal zaken en wij rapporteren daarover. En dat gaan we in een logische volgorde, gaat Peter daar dingen voor laten zien. Nou, mocht er vragen zijn, ook stel die dus. Dat ook meteen toelichten. Ja, laten we meteen gaan beginnen. Even kijken, kan ik iets mee aanwijzen? Iets wat... Misschien kan ik even een beetje context schetsen waarom dit hier is. Hoe het zo gekomen is, dat heeft u best wel verhaald. Ja, misschien dat het een hele contact is. Wij zijn, het goed zeggen, ik denk, ruim een jaar geleden. Wij kregen zelf het gevoel, het is ons een beetje verrast. Dus allemaal van, oh ja, monitoren, dat moet dan ook nog. Hè. En op een gegeven moment wordt het steeds belangrijker gevonden en belang van inzien. Dus toen hebben we het team begonnen. Dus, ja, Til was toen een beetje zelfs. Ja, toen zaten we ook te maken de twee dashboards eigenlijk. Bedrijfsfunctie dashboards en nog een ander dashboard. Daar was best wel wat veel vragen over. Ging ook niet alles wat je daar zag, was niet helemaal betrouwbaar. Dus we kregen als eerste de opdracht van jongens, ga eens kijken naar dat rapport. Naar die dashboard. Dashboard, probeer dan nog eens een beetje helemaal gekeken. We zagen ook een zwarte blokje, want we hebben geen data gekregen. Dat is natuurlijk ook niet al niet goed. Dus zo zijn we langzamerhand steeds gaan kijken van wat kun je nou beter. En daar hebben we dus best wel wat zaken ook beter in gemaakt. Dat was voornamelijk een stukje vanuit interne visie. Dat gaat Peter ook nog wel uitleggen. Maar daarna hebben we ook bewust in de volgende stap. Dit al volgende stap. Buitenaf zeg maar. Monitoring inzicht. Dus het is een combinatie van binnenuit, maar ook van buitenaf. Wat er via het knooppunt gaat. En waar mensen dus zelf ook mee te maken hebben. Als ze bijvoorbeeld ergens op proberen in te lachen. Dus die zaken hebben ze eigenlijk steeds uitgebreid en daarna ook dus ook pas rapportage daarover gemaakt. Die ook wekelijks nu gezien zijn. Nou, daar gaat Peter straks dat voor laten zien. En ook hoe iedereen dat ook van een mooi manier kan volgen. Die kan volgen. Dus LinkedIn steeds per week wat er ook gebeurd is. Blijf dat als je zelf technisch hebt, want als je naar die dashboards kijkt, dan moet je best wel snappen wat je ziet. Maar de aanleiding is eigenlijk de stabiliteit en de performance van de landelijke positie, zou je kunnen zeggen. En dat is al jaren een thema, het is nog steeds een thema. En wat uniek is, dat wil ik echt even jullie ook een compliment voor geven. Want volgens mij heb ik begrepen dat er vele teams ook binnen collega zeg maar, bedrijven en ook binnen gedassen zelf heel jaloers zijn. We kijken in de spiegel, maar het is een excellente spiegel. Hè? Ja. Dus het is niet zo wij van PC eens vinden dat onze dienstlusten doen. Maar we kijken van buiten naar binnen. Ja, dit heet dan Better Stack. Maar nogmaals, dat gaat Peter ook even laten zien. Dat het inderdaad is waar. Het wordt gewoon een externe monitoring. Waar wij dus heel veel API's, zoals we noemen, dan inzetten. En die geeft gewoon aan of iets werkt. En dit is inderdaad nu ook afgelopen tijd mooi gebruikt. Dat weet ik wel voor de store en die opdracht. Ja, ook richting Rijkswaterstaat. En ook daar hebben we dus een dashboard van. Die ook Peter straks nog eventjes laat zien, maar we zullen even inzoomen van wat er eigenlijk gebeurt. Dus dat gaat in een chronologische mooie volgorde getoond worden. Inderdaad. Zoals we aangegeven, het is een vrij technisch verhaal over het algemeen monitoring, met name de monitoring die wij doen. Want wij kijken eigenlijk naar de puzzel net gezien, alle stukjes. Veel van die stukjes die hebben ook
verbinding met andere stukjes. En al die verbindingen, die proberen wij te monitoren. En dat kunnen wij niet met ons team zelf. Want daar hebben wij gewoon simpelweg de mankracht niet voor. Maar alle teams die werken om die stukjes in elkaar te leggen, die kijken ook naar hun eigen stukjes en kijken of die nog werken. Nou, daar delen ze ook een stukje status over. Van fijne stukjes die wij in elkaar hebben gelegd, werken die nog? Die beschikbaarheid daarvan, die delen zij ook veelal via zogenoemde health endpoints. Dus zij zeggen zelf, van onze applicatie is in de lucht als ons health endpoint aangeeft van oké, alles is prima. Nou, daar kunnen wij handig gebruik van maken. Wij halen al die statussen op. Wij vragen die om de 30 seconden vragen wij al die statussen vragen we op. Die halen we binnen. En op basis daarvan geven wij in het dashboard weer of de omgeving draait of niet. Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven welke stukjes allemaal precies verbinding allemaal precies afhankelijk van elkaar zijn. Maar we geven wel over de hele keten gewoon een beeld van draait alles zoals het zou moeten. Als je nu ziet hier, dan alle diensten beschikbaar. Zat ook een datum bij van wanneer. En dit is inderdaad een externe tool die van buiten kijkt. Dus dat is niet dus iets van bij van WC1 eens. Adviseren WC1, maar we kijken vanaf buiten. Je ziet hier gebruikersapplicaties, API's. En voor de teams, maar ook van buiten af, is het gewoon interessant om te kijken. Als er iets niet lukt, komt dat dan door een API die eruit ligt of een gebruikersapplicatie die eruit ligt. Mag ik iets vragen? Ja. Misschien een stuk vraag, maar dit is dus de pre-omgeving. Klopt. Ja. Dit is ja. ook niet het EFI? Dit is op dit moment wel het EFI, want wij gebruiken nu vooral op de pre-omgeving en zometeen vanaf IWT. Zullen we vaak meer gaan kijken naar de productieomgeving. Maar die is er natuurlijk ook. En er zijn drie omgevingen. Ja. En dat doet alles. Ja. Heel fijn. Op dit moment wordt er nog getest op pre. Dat is best wel pre, ja. Maar dit is ook gewoon... De pre wordt gebruikt voor het oefenen van de geslagen. Dus dat is dat was tot nu toe bijna eigenlijk belangrijker dan productie. Want daar zijn ze echt aan het kijken of alles goed is en of het werkt en of het past bij hun proces. Hè? En ondertussen zijn er ook al wel wat plannen echt in productie, provinciale verordeningen bijvoorbeeld. En daarom staat productie er ook en het wordt ook... Ja, maar de productie... Wordt echt het zwaartepunt na 1 januari natuurlijk. Maar nu... de monitoring zit ook op de productie. Ja, het zit op de 3 omgevingen. Maar nu het zwaartepunt van het werk zit eigenlijk in de pre. Dus dat... Maar productie begint nu bij te trekken en ook steeds belangrijker door. En het is de status omgevingswet overheid.nl of status pre. Ja. Okay. Ja. Kunnen we dat ook delen? Ja. Dat delen kunnen we gewoon. Ja, dus die denk ik niet in, maar als je mij die links zou willen sturen. Maar het is een hele goede vraag, want inderdaad, misschien wel nu al beroepsleven, maar die zitten er maar een jaar. Maar we kijken nu al naar pre, zeg maar. En ik ga ook veel van pre laten zien, maar weet dat de data voor productie er ook is. En als we die ook er is ook een soort pagina met een beetje informatie over dit met al die links erin. Dan heb je... Als je de link naar die pagina... Die link geven we gewoon even door. Ja, maar dit is toch super, want er zijn natuurlijk allemaal kamerleden die Hugo bijvoorbeeld met dinsdag weer gaan vragen op... ja, maar doet het dan wel? Ja, dan even wat links sturen daarvan. En dan zeggen we, kijk hier. En dan, als u mijn woord niet gelooft, er is gewoon een externe website. Ja. Dat is toch super? Ja. Dat is ook een van de redenen waarom we dit gemaakt hebben, Arjan. Want we kregen heel veel kritiek en dan was het altijd zo van wij van WC eens vinden dat het goed werkt. Maar ja, dit is iedereen elke dag 24 uur 7 opgave. Maar hij is wel voor technologie. Je krijgt het sentiment hier niet mee weg hoor. Want toen we dit gepubliceerd hadden en op LinkedIn gezet, en toen kreeg ik als eerste reactie van volgens mij sta je gewoon keihard te liegen. Ja. He, dus dat werkt niet, zeg maar. Maar goed, wij zijn voor de feiten, hè? Dus zeg maar, ja. Dit zijn de feiten. Dus steeds meer testen over, dat is echt belangrijk, dat we weten wat we zeggen. Met testen gaan we eens kijken wat het verschil is. Dus het is niet helemaal
Naast de realiteit is best prima. Je had wel vorige week had je natuurlijk dat rare gedoe met die firewall, dat we steeds die hele korte verstoring hadden. Maar er was wel een soort verschil in perceptie, dan was dit alles goed. Maar jij kreeg dan als je iets deed, ineens zo'n fout, dan denk ik, welke keer was het weer weg, weet je wel. Dus dat is een soort perceptie van instabiliteit, wat je hier dan ook niet, nog steeds niet helemaal terugziet. Nee, want dat kreeg er dan niet echt uit, maar het juttert een beetje. Maar goed, dus dat heb je ook nog. Sorry, het is goed om vanmiddag. Mag ik nog een vraag stellen? Maar je had gezegd, heel van die kleine verstoringen, die we in de keten hebben, bijvoorbeeld de discussie van dat niet meer in de keten hebben al aangereden. Alles wat als groep wordt gebruikt, kan ik inloggen met die bedrijven, of direct de koppeling niet naar informatie van de punt, noem maar wat zeggen. Dus, en ik snap ook dat kun je met per 1 januari hebben, maar misschien is het wel handig om daar iets mee te doen. Want dan kan je van het werk niet. En nou, bij ons gaat ons schoen hoor, prima. Maar dat is toch weer bijna in het werk niet. Maar dan kan het ook een andere instructurele digide, ja, noem maar op. Dat is ook een best wel primair oppervlak, zeker de komende tijd. Ja, we praten dan over zo'n als oppervlak en zijn die ideeën. Zeggen van, hey, dan weten we nog wel 3 of 4 die we ook aan willen. Dan weten we nog wel meer ambitieuze ideeën op Maar op korte termijn zou de business, hoe heet het, het Bonhouse oppervlak wel interessant zijn. Dat waren we niet zo lang geleden ook uit. En we hebben bij de netwerkverstoring in het Bonhouse oppervlak. Dat is ding ook weer, Bonhouse op BHV999, maar zo'n half na. En dat is ook een vouwbeelding die dan kan worden verklaard. En dan mag het als Arie is de baas. Ja. Ik zit nu de opdracht. Arie zit nu de opdracht in. Na de vragen die ik net liet zien, hebben we ook een stukje alerting. Dus we hebben hier bijvoorbeeld een Slack kanaal, maar we hebben ook e-mails die we kunnen instellen. Waarbij je dus wat meer incidenten gepusht krijgt op het moment dat ze er zijn, en ook meer informatie daarover krijgt. Dat is vrij technisch. Dat is vooral interessant voor de teams die daaraan werken. Maar wat eigenlijk, dit krijg ik mobiel bijvoorbeeld binnen. Dus als je ook 24 uur per dag kan iedereen op die manier kijken naar de echte diepere techniek al dan niet werkt. Ja. Ja. Is die learning instelbaar voor functioneel beheerder bij de voegzaam? Als we wordt ontvangen op die ja, nee. Weet ik zeker dat het dan naar mij beweging is of dat het ergens anders bij maakt? Niet deze alerting. Niet via deze alerting. Dan zouden we daar iets anders voor moeten doen. Dat een e-mail. Ja, nou, als het goed is kun je wel een e-mail instellen. Dus als wij een e-mailadres hebben. Maar ja, het is Het is er nog niet. Nou, het is er nog niet, het is wel mogelijk. Nou. Ik vraag natuurlijk ook wel even welke scope je op deze alerting zet. Hè? En dat kan natuurlijk technisch van alles. Dat is altijd zo fijn. En dan denk ik ook, oh, dit wil ik ook hebben. En dan denk ik, nee, dat moet ik niet willen. Maar de vraag is van wat wil je aan alerting en van wie is het dan? Want ook net even, als zo'n koppervlak met die idee niet werkt, dan moet er eigenlijk een seintje naar logisch komen. Jongens, jullie hebben een probleem met die idee. En wij moeten op de website hebben gezet van er is geen verstoring binnen het DSO, maar wel als het met die idee werkt. En de juiste mensen moeten gaan lopen. Hè? Dus door alles aan dit te koppelen, lopen we ook het risico dat alle softwareproblemen van ongeveer de hele overheidsketen hier terechtkomen. Dus dat zou ik ook echt even willen oppassen van...
goed om het zeg maar in de techniek te hebben dat er bij ons ergens iemand een vinkje krijgt van hey, let op. Wel de juiste mensen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van het probleem. Want anders halen we echt veel te veel naar ons toe. Maar dat is het goed, we krijgen het al zo vanaf hoe ver je ook staat. En ik zeg dat is voldoende, daar kan je iets doen of niet. En dan moet je extra niet hebben. Dat is gewoon voor iets meer in de buitenwereld, zeg maar, de basis. Als op een roodkapje zit, zou laten werken. Ja, kijk, en ik kan me voorstellen dat we in de verhoogde dijkbewakingsperiode, na 1 januari, dat we dan zeggen, dan doen we echt iets meer service. Ook naar bevoegde zaken bijvoorbeeld, dat je zegt, jongens, waar zit het? Want daar zit iedereen natuurlijk op het vinkentaal van, het DSO doet het niet. Wat het dan ook is, nou, ik heb een mooie puzzel nu. Maar daar moeten we denk ik heel goed over nadenken. Dus wat zien we, hoe, en wat doen we nu even in de verhoogde dijkbewaking, maar wat moet elders worden ingeregeld? Ja, jullie kunnen echt alles zien, dat weet ik. Maar daar steeds je wel alert op zijn. Dat je niet te veel naar je toe haalt. Anders dan haak je ook dag en nacht binnen. Dat heb ik al wensen. Inderdaad. Zo'n abonnement die juist niet toe kunnen dingen die naar je toe halen. Naar je huis moet blijven zien. Daar gaat het. Lukt en dat het is. En dan moet je zien in de tijd. Ons zorgt je juist niet. Dan dat je ik denk echt, storingen worden natuurlijk op de IPLO site gepubliceerd. En je, daar kijken ook bijvoorbeeld de netbeheerders kijken daarna. Ja. Ja, daar zit ook weer een soort alert in. Ja, daar kunnen mensen zichzelf al op abonneren op de IPLO website. Die moeten ook niet hier naartoe sturen. Die moeten gewoon op de IPLO site. Ja. Daar staan gewoon de echte. Ja, precies. Je moet ook een welk onderdeel zit er überhaupt, zeg maar, wat werkt er dan niet? Weet iemand waar het niet? Weet je, omdat op het moment dat iets niet werkt, dat zij druk hebben van een business om meer werken te krijgen. Mm-hmm. En meestal landen begin ik echt een schakel. En de metrokaart is niet van niks gemaakt. Dan willen we weten welke halte van die metrokaart werkt niet. Ik denk dat er eigenlijk wat verder met elkaar moeten praten. Nou ja, dat kan toch altijd. Maar ik heb hetzelfde al gemerkt dat je met sommige benamingen van die wat op de staatsbaarheid staat, dat sommige al helemaal vaak in moet veranderen, zeg maar, omdat sommige niet weten van wat is dit nou precies? Dus dat is dus gevolg van het ja, weet je, ik wil het eigenlijk wel zeggen, wat mij erg opvalt, ik doe dit pas een jaar of 5,5, dus dat is denk ik maar net kijken. Maar iedereen vindt iets van elkaar. Mm-hmm. En waar ik echt voor wil blijven is voor rolzuiverheid. En ik heb gisteren bijvoorbeeld vraag van een veiligheidsdienst om een voorzitterboek te beoordelen. Daar krijg ik letterlijk een vraag langs of wij wel genoeg geheugen hebben ingericht op de machines van de landelijke machine. Altijd een ja. Nee, maar dat is het keerzijde van jouw verhaal. Dat werkelijk iedereen in dit land vindt dat ze daar wat van mag vinden en daar aan naast een vraag over mag stellen. Dat is echt de lading die ik daarbij voel. Ja, dat niet, maar daar gaat het niet over. Ik wil dat even kijken uit Haring kijken. Wat zijn nou de klantreizen? In wat voor situatie meerwaarde bij die informatie? En dat vind ik een opmerking van Paul best wel interessant. Die dat zegt van, we willen het bij de markt wel even kijken welke klanten hebben hier nou meerwaarde bij en wat die willen ervan. Misschien moet je denken dat Arie dat toch niet in zijn hoofd heeft. Ja, en dat we een keer even door kunnen praten. Ja, dat is maar we moeten echt een keer voor ons kunnen voorkomen dat we in dat spoor zitten. Daar ben ik met je eens. Ja. Die vervolgvragen die komen ook door op de niet ook aan het maar aan latere tijd. Daar moet je voorkomen en daar zitten wij als binnen ook voor. En misschien dat we ook hartstikke goed. Dan hebben we net de pagina gezien van de real-time status. We hebben wat gezien over real-time alerting. Maar we kijken ook terug. Want soms is real-time is heel interessant. Soms wil je ook gewoon weten, oké, hoe was de omgeving in de afgelopen periode? Daar hebben we hier bijvoorbeeld een rapportage voor de afgelopen 10 weken. Dan kijken we naar de service window en naar de 24/7 status. Dus de service window is nu van 9 tot 5. En de 24/7 is dus gewoon hoe was hij altijd. Nou, we hebben wat toelichting kunnen we erin zetten. Je ziet hier ook dat we de verschillende statuspagina's erin gezet hebben. En we hebben wat toelichting op de pagina's die ik net ook heb verteld. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. Dus je ziet hier de laatste 10 weken.
Niet helemaal de laatste 10 weken, want we zijn bezig met een. We hebben net een migratie gehad. Die laatste week is nog niet gewerkt. Daar ben ik nog mee bezig. Maar ik kom eraan. En dan zie je hier geaggregeerde data van al die endpoints die je net zag over die week. En dat moet je zo zien als we krijgen 20 statussen binnen voor elke 30 seconden van de dag. En op het moment dat er eentje daarvan down is, dan betekent dat gewoon dat eigenlijk in deze grafiek de hele service window er 30 seconden uit mag. Tel alle secondes van een week bij elkaar op. En je hebt hier het totaal. En daarvan was dus 7,25% was er down bij. Of dat ook al ligt er een hele kleine API uit, zeg maar. Ja. Misschien niks goed voor gebruikers. Dan tel ik jullie wel eens. Voor deze rapportage is dat het geval. En we zijn ermee bezig om met configuratiemanagement ook meer de afhankelijkheden van elkaar te gaan begrijpen en ook geautomatiseerd aangeleverd te kunnen krijgen. Maar daar zit behoorlijk wat werk in. En het is nog niet zo klaar. Maar dat zit er, uiteindelijk willen we daar wel naartoe. Maar voor nu is het gewoon, we krijgen die bak data en we aggregeren die op deze manier. Ik heb niemand last van gehad, ik heb niemand het gezien, kan die toch? Staan het even op beschikbaar. Dat is een circuit. Ja, dus het is wel een slechte snaak. Dus laten we even om zo'n interpretering. Ja. Dit is de weergave tijdens de service window. En hier heb je dan nog het aantal incidenten per week. Dus dat zijn niet meer, dat is toch wel geaggregeerd. Maar dat is een periode. Dus stel dat meerdere API's ervoor gezorgd hebben dat aan één sluitend een periode van downtime is geweest, dat tellen wij als één incident. Voor het totaal. Zijn dit de TMR-incidenten? Dit zijn de. Nee, dit zijn niet de TMR-incidenten. Dit zijn de downtime-incidenten. Dat is gewoon een absolute zin. Ja. Ja, vooral die API's die je net hebt gezien in dat overzicht, is dit de geaggregeerde weergave. En dan zie je hier ook een aantal minuten wat hij niet beschikbaar is geweest in de week. En hier dan het gemiddelde, dus het aantal minuten, het gemiddelde aantal incidenten. Dat geeft een beetje inzicht van hoe lang was nou een incident. Ja, want als je kijkt naar onder de details, W32 en de hoeveelheid downtime, dan is dat eigenlijk een hele gekke als je het vergelijkt met week 37. Ja. Ja. Dus hoe moet ik dat dan aan elkaar correleren? Nou, je ziet dat er in week 32 is het gemiddelde aantal minuten heel hoog. Dus dat betekent eigenlijk dat er relatief weinig incidenten is geweest. Zijn er ook 4 geweest. Of 5 geweest. Maar die zijn wel voor langere tijd. Zijn die incidenten er geweest. Terwijl in week 37 waren er 50 incidenten. Maar die waren heel kort. Dus dat zijn dan korte verstoringen in de service window. En die andere zijn lange verstoringen. Waar gebruikers waarschijnlijk ook meer last van hebben gehad. Paar van cijfers is natuurlijk dat ze op allerlei manieren uitgelegd worden. Dit gaat natuurlijk, iedereen gaat er iets van vinden. Dus dit is voor mij heel behulpzaam om gewoon te begrijpen wat zeggen deze staatjes en hoe moet je die verbanden hebben. Ja. En ook goed om te weten dat dus niet alle verstoringen iets voor de gebruiker hoeven te betekenen. Ja. De meeste beurten zijn heel kort. Ja. Dat een paar seconden of 10 seconden of zo is. Dan ja. En zeker nu, waar ik nog lang niet iedereen erop zit, merk dat echt niet. Maar ja, je wil dat je die sprong vindt te veel. Ja. Voordat jullie bij familie hebben, een andere zien. Ik kan het al in de staan. Maar dat is dan zeg maar. Die is pas heel hoog, die mensen. Ja, en die van 37 was 3:57. Dat is misschien wel goed om te zeggen, dat is de spoor nu van wat we nu hebben ingericht met zo'n visuele link, hè, waar iedereen op kan klikken, dat eerst even via PDF. Dan kan je dus ook niet, en wat beter waar ik naar zie, kan je ook zien, kan je bedragen, zie je het aantal, zeg maar. En dat is onderweg zo, dat kan nu ook. Je kunt ze ook groter maken. Heel fijn. Ja, fijn. Als ik naar e-mail zou gaan, dan zou ik dit spoelen naar de trajecten. Dan zou ik ook naar de solutie zien. Bijvoorbeeld een aantal incidenten die niet bereikt gaan. Daar echt geen incidenten aan. Dat zou ik niet. Ja.
We hebben nog dezelfde pagina, maar dan voor 24/7. En je kunt hier ook boven, dat kun je ook, konden we ook niet in PDF, dan moesten we allemaal aparte PDF's van maken. Maar je kunt hier ook naar de productieomgeving. Dat is gewoon altijd en naar de demo-omgeving. We hebben dat uitgezocht. Dat kan al. Dan hebben we vervolgens kwamen we erachter dat er best wel wat verdiepingsvragen waren. Deze rapportage is niet voor iedereen beschikbaar, maar die gebruiken we vooral intern om te kijken wat er nou precies gebeurt. Er is ook een wel publieke pagina van. Daar staan deze twee pagina's staan er wel in. Die is er geaggregeerd waren, maar dit zit daar niet in. Want hier kun je over een bepaalde periode per monitor en per oorzaak kun je ja, verdieping vinden over jouw incidenten. Dus hier zie je dan ook per dag zie je hoeveel incidenten er waren. Of ze door de week zijn, ja of nee. En hier zie je dan de langste verstoringen zeg maar per monitor. Dus totaal is het gewoon een totaal van het aantal minuten verstoringen per monitor. En monitor in dit geval is die URL die je net zag die wij in de gaten houden. Dus hier geeft dan iets meer. Hiervan wil ik ook toch even gezegd hebben dat toen 2 weken terug ongeveer was, dat er was daar heel veel behoefte aan op een gegeven moment. Want mensen wilden ook weten, wat is er eigenlijk aan de hand. Toen heeft Peter gewoon echt al zijn werk laten vallen en dit gewoon in iets minder dan een dag denk ik helemaal op elkaar gekregen. Zeg maar. Om nu meteen iets te geven waar ik heel veel dus gebruik van gemaakt. Dus dat vind ik dat is wel heel mooi om die flexibiliteit dan te zien. En dit was meteen een antwoord op veel vragen. We zijn het hele weekend toen nog bezig geweest, maar hebben we wel dit toen gebruikt. Maar dus dat is wel heel mooi dat. Is er ook een soort beschrijving van deze dingen, van wat je dan precies ziet? Dat iemand het ook kan duiden. Ja. Iemand denkt, oké, hier zie ik dit. Het is soms ook lastig. Een timeout kan meerdere redenen hebben. En dat vraagt toch minder, of bedoel je meer? Nou, wat je in het dashboard, hè? Want de achterliggende vraag van mij is van, ik hoorde net al een hint dat dit dan misschien in de Eerste Kamer te zien kan zijn. Nou, dan denk ik, ja. De mensen moeten wel goed weten waar ze naar kijken. Dit is een technische rapportage die ik niet zo snel zou. Het is gewoon meer om aan te geven wat we kunnen en wat we te hebben. Schema's per component. Ja, die link ook wel per component te zien. Ja, die raak ik zo meteen nog. Wat we doen over. Een aanvraag, dat kan ik relatief. Nou, ja, die hebben we. Hebben we wel. Ja, en je kunt hier ook nog. Ook even de float laten zien. Je kunt hier je eigen monitor selecteren. Dus stel je bent alleen niet geïnteresseerd in alles, maar je wilde maar een paar zien. Of vaak één. Nu staat hij nog in. Peter, heb je nog een paar dingen die je echt wil laten zien? De tijd raakt een beetje op. Ik ga er even snel doorheen. Dat je ook kan inzoomen met deze rapportages. Dus stel 8 weken of dag 28 september is interessant. Dan kun je nog de details daarvan zien. Kun je zien wanneer het druk was. Dus dat is een van de mogelijkheden. Toen had ik behoefte aan toe met die P1 zaten met al die kwartverstoringen. En door de dag dacht ik, wat is nu het patroon, zeg maar. Dat heb ik ook steeds teruggekomen. Dat is gewoon continu, want het is nachts 4 uur vooral. Ja. Dat kan je ook uit die alerting wel halen, maar dit is toch wel veel sneller. Dit wil ik dan nog even snel laten zien. We hebben net al eventjes, waarom ik nu geen data krijg, is wel irritant. Ik had net al data. We lezen nog eventjes. We zagen dat we die endpoints in de gaten hielden. We hebben ook data van de TMR tickets die binnenkomen. We hebben een aantal prio's. En we houden er ook bijvoorbeeld, maar geef daar de SLA voor weer. En hoeveel er dan ook de SLA zijn. Dat soort dingen kunnen we in de gaten houden. We kunnen ook alles precies zien wat er binnen is gekomen. En dit vond ik zelf wel een interessante. Dit is ook gewoon intern om te kijken naar welke tickets zijn er binnengekomen. Wat gaat er mis, waarom duurt het zo lang? En hier kun je bijvoorbeeld zien hoe vaak zo'n ticket doorgezet is naar een ander behandelteam. Om te kijken van, hey, zit er iets mis in de communicatie?
Het zijn echt de melden, meldingen, geregistreerde meldingen, precies, door mensen. Daar houden we ook informatie over bij. En die hebben we ook in de rapportage hebben we die samengevoegd. Volgens mij deze. Deze, nee. Even naar mijn Piedik. Dit is het laatste wat ik wilde laten zien, want dit is eentje die al veel bekender is, die we ook al langer hebben. En die ook openbaar is. En dat is de interne route. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde als degene die we net hebben laten zien. Ook weer met dezelfde pagina's. Maar dan vanuit intern. Dus die kunnen we alleen vanuit het kadaster. Of nee, vanuit het kadaster. Vanuit het knooppunt kunnen we die benaderen. En dan kunnen we meer informatie halen. En die kunnen we ook verdelen over bedrijfsfuncties. En over componenten. Ja, waar zijn de componenten? Bedrijf is wel even interessant, hè? Dus die gebruik is op deze. Die gaat heel snel doen. Ja. Dat moet dit ook allemaal in relatief uitzien. Ja. Dus hier zie je in onze lijn ook wel actieve sessies zijn. Ja. In de tijd. Ja. En ook de vakantieperiode was voorbij. Zie je meteen. Ja. Ja. En deze bevindingen en incidenten zijn gemeld en komen wel. Dus de vraag die ik wel vaak krijg, is er dan een correlatie tussen de druk het is op het systeem, zeg maar in generieke zin, en het aantal meldingen? Maar daar zit dus geen correlatie in. Vraag ik net wat jij ook al zei. Volgens mij is het heel goed om ook een duiding te geven van waar kijk je naar, want anders gaat iedereen op basis van cijfers zijn eigen interpretatie maken. Dus ik denk dat dat ook heel goed is om context op mee te geven, want ja, dus volgens mij zijn we super transparant en dat gebeurt niet heel veel, dat je zo transparant ook dat iedereen kan zien hoe het met het systeem zit. Tegelijkertijd je over jouw blokje net van hoeveel meldingen zijn er gedaan, is dat doorgezet, eigenlijk die analyse die je erop wil doen van wat gebeurt daarmee. Als mensen niet gaan melden, want dat hoor ik ook nog wel eens bij werkbezoeken, dat mensen zeggen ja, nou ja, weet je, ik meld maar niet. Dat probeer ik altijd uit te leggen, dat is wel belangrijk, want anders kunnen we niet leren. Dat wordt zometeen bij 1 januari echt wel belangrijk. Dat mensen ook al denken ze van nou, mijn buurman heeft het ook al gemeld en mijn collega ook, toch melden om de goede analyses te maken. Als hier wie daar zeg maar een toename in meldbereidheid of juist een afname op mensen melden. Oeh, dat vind ik lastig om in te schatten vanuit de data. Het is echt. Ik zie niet zoveel. Nou, er zijn er ook niet zoveel verstoringen, hè? Dus dan heb je het niet kan melden. Dat scheelt. Ja, weet je wat het meest scheelt? Ik denk dat die gewoon op heel veel sites hebben dat gewoon verstaan, er is een netwerkstoel. En als men al net zien. En dan gaan mensen er ook meer op. Dus het is heel moeilijk om al die verbanden op die manier al te leggen. Wat waar is, en dat vind ik goed, iedereen vertellen, meld het. Want ja, weet je, het kan ertoe doen in de analyse of wat dan ook. En kijk, wat ik denk dat we ook een beetje, en dat is dat spoor wat net een beetje hadden, ik merk dat dat al gelukkig veel beter gaat. Maar bij zo'n grootstelsel, er zit altijd wel iets aan de hand. De kans dat het helemaal stoelvrij is, ja, die doel te noemen, dat zie je eigenlijk ook wel. Er is altijd wel iets aan de hand. En daar moeten we ook leren een beetje mee omgaan. Het is goed dat we dat voor de trein een beetje accepteren, hè, dat er altijd ergens wel iets aan de hand is. Is dat hier ook zo? Ja. Alleen de vraag is, hoe groot is nou het incident voor de business? Hoe groot is nou de impact? En daarvan proberen wij natuurlijk dat wel te laten afhangen van de business impact. Dus als er een storing is in de grote business impact, ja, dat wil je zeker voorkomen. En als er wat aan de hand is, staat iedereen op stoelen en banken om dat weer naar beneden te spreken. Ja. Ja. Ja, dat is wel interessant, hè? Want moet ik twee seconden langer wachten op een kaartbeeld? Op zich in het grote geheel de dingen niet echt boeit. Of kan ik geen aanvraag doen? En daar is het een heel. En dan waar zit dat dan, dat punt van dat ik zeg van hé, hier moet ik echt wat opschakelen. Ja, nee, ook precies thuis. Maar ja, weet je, als dat kaartbeeld heel vaak wacht wordt, dan was er ook een incident, maar wat te noemen. Dus dat snap ik altijd dat heel lastig. Maar elkaar dan een beetje in ruimte geven, dat helpt wel. Ik ben klaar. Ja. Nee, ik had veel meer. Ja, ja. Ja, maar dit is echt schattig hoor, dat dit is. Ja, heel fijn. Maar jouw tijd is een beetje op. Dus, ik vond het wel, ja. Dit is gewoon heel fijn dat we het hebben. Ook weten dat het er is. En dat we het kunnen gebruiken. Dus daar ben ik heel blij mee. Ook hoe snel jullie daarop accommoderen. Dus echt top om daar even onder het motorkap te mogen. Ja.
En niet alleen jullie juist kijken hoeveel mensen er bezig zijn geweest met dat incident. Ja, ik overdrijf niet als dat echt wel meer dan 100 geweest zijn. En de teams tussen kadaster en Rijkswaterstaat. Er lopen ook nog steeds zoekpalen naast de netwerkstopping. Dat is, ik vind dat leuk, maar ik weet niet echt leuk. Maar we hebben andere problemen gezien. Hè? Dus het ene, omdat je op zoek gaat naar wat is de oorzaak, kom je ook achter nieuwe problemen die nog niet aan de oppervlakte waren. Ja, en waar ik ook wel nieuwsgierig aan ben, we gaan straks natuurlijk ook nog weer een leuke calamiteitenoefening doen. We hebben nu vast een prachtig scenario bedacht, dat het allemaal echt één groot drama wordt. Hoe snel we zeg maar dan, want dit is iedere 30 seconden krijg je dit. En dan heb je, natuurlijk allerlei mogelijke oorzaken. Hoe snel kun je convergeren naar, hier heb je het. En daar een beetje gevoel bij van, nou, we hebben maar heel snel, wel gezegd, massieve verstoring in die metrokaart. En ik heb best veel lijntjes al gezien. En ik denk van, ja, het kunnen dus gewoon 20 verschillende paden zijn. Dan ga je dan massief op al die 20 tegelijk checken. En afwinken. Dat is het meer bij de teams eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk het waarnaar ja. En als dat ook een goed probleem is, dan zijn die teams ook wel drons doen zelf doordat we hun iets niet goed is. Ik weet niet, maar dus dit is niet zo dat wij dat zelf aanvullen. Je hebt inderdaad wat je hier zo ziet, hè? Want als je een calamiteit hebt, is het altijd zo uniek. Want anders was het geen calamiteit. Dan hadden we het al in controle, zeg maar. Dus ik denk dat je vooral hier doet wat je... En dat je laat zien dat je in ieder geval heel snel inzicht hebt. Wat is er aan de hand? Want als je zegt, nou, er ligt een hele blok API's uit. Is vaak niet ongeredacteerd. Dat is vaak, hè, dan is er iets aan de hand met een systeemcomponent of zo. Of iets. Dus ik denk dat het hier vooral gaat dat je gewoon vooral inzichtelijk hebt. Gewoon real-time van wat is het patroon? Wat is het beeld? Dat je dan bij iedere calamiteit een soort unieke analyse hebt. Van, ja, wat betekent dat nou wat ik zie? Maar daar is niet een soort recept voor, een soort dashboard van oké, we hebben een calamiteit. En dan staat op het dashboard, dit moet je doen. Dat is een beetje de essentie. En dat je dan ook de RBS, als dat iedereen bereikbaar is, dat iedereen gewoon actuele cijfers heeft. En dan is het een puzzel. Maar we roepen ook meteen iedereen bij elkaar van de verschillende OBO's, experts. En dan kijken we, wat is het bij jou, wat is het bij jou, wat is het bij jou. Iedereen krijgt dezelfde data. Ja, en dan ga je vaak wel heel snel naar de richting oorzaak. Ja. En dan de echte oorzaak, ja, dat moet dan de expert uitzoeken vaak. Ja. Maar dan weet je al wel welk hoekje, als bijvoorbeeld het knooppunt eruit ligt, dat is een centraal, het naam zegt al, centraal ding in het netwerkverkeer. Dat zit bij RWS, beheert dat, maar dat moet ook de andere OBO's blij maken. Ja. Die is vrij essentieel, als dat eruit ligt, dan hebben we er meteen heel belast van. Maar dat kan je dan ook wel weer snel duiden. Als je met die netwerkverstoring, het gaat van hele korte verstoringjes in die alert. Ja. Op een gegeven moment kwamen we erachter. Ik dacht, nou, dat is gewoon ruis. Iets ligt er 6 seconden uit, dat kan hem niet. Kan je het nou meten? En toen kwamen we op een gegeven moment achter, nee, dit is allemaal gewoon echt. En dat was wel zo'n trigger voor die. Want die kwam niet uit deze monitoring. Ja, die kwam uit die alerting eigenlijk. Dus we zaten naar die alerting te kijken, dat hele technische scherm met al die records. Mm-hmm. Daar kwam hij. Dan horen op een gegeven moment van, dit is gewoon, we zitten hier gewoon de echte data te kijken in plaats van naar ruis. En toen zijn we dat van op zich gaan. Dus we hebben dat probleem goed vanuit de monitoring bedekt. Ja. En dan was het beeld van, ja, er is hier nog wat, maar we meten het eigenlijk niet. Ja. Tot we erachter kwamen. Maar weet je, er zit een hele goede kant aan, hè? Want we doen dit best gewoon wel langer dan een jaar. Hè? In allerlei korte fasen, maar wat we heel veel zien is dat het vols plossen is. Terwijl, ja, ik heb wel eens de buienhaler hier gewoon weer eens dat je denkt, ja, hoezo, hè? Nou, wat we de afgelopen maand vooral gedaan hebben, is de kracht van de poolgedrukte schrijven. Dus wat we vertrouwen nu veel meer op deze informatie. En dat is denk ik heel fijn, met ook die werking te trekken. Ja. Ah, de informatie kan ook gewoon vertrouwd worden, want dat werkt ook. Ja, heel mooi. Nou, we horen dan iedereen. Ja. Je moet je echt afronden dan maar iets zit aan het komen. Ja. Nou ja, dan kan je wel weer puzzelen. Jij kan wel weer puzzelen, ja. Ik heb een huis.
Zeg maar 2 graden wordt in de hele dag geweest. Als het altijd is, dan ga ik niet echt wachten. Dus dat is allemaal soort laatste dingen voor. Hè? Ik het als, ja, hij doet al om 11 uur aan. Dan was die B1 dan nooit zo goed gedaan. Dat gaat niet meer. Nee, we waren nu wel eens op heel zit. Maar we bij een aanleiding van open. Die hebben jouw auto gesproken in november. Kunnen zien. Aanleiding van door middel van daar zijn. Nou, middel heb ik hier niet in de lijn gestaan. Zelfs zo zou het zijn. Ja, jij ook nog. Ik heb ook nog. Die middel met die andere. En hopelijk zijn daar het verhoogd of niet. Dat worden waarschijnlijk ook. Overduizend. Dat is wel die van tijd. Ja, ik dacht dat plus 2 heb je al je ideeën. En ik heb wat ik ook gedaan. Dus je hebt een beetje. Dat heb ik. Alle pakjes die we nu te vragen hebben, dus met vraagjes. Dus jij hebt een keer een vraag van, ik heb een aanslag voor nul. Ik heb een vraag waar we allemaal eens geweest zijn. Jij en ik? Ja. Ja. En ik heb een route gemaakt van waar we allemaal nieuw weken voor de klant gaat vertalen. Ik zou het moeten voor Daniel zo weg. Die had ik jou wel goed in de vrienden besturen, dan hebben we niet naar elkaar zitten kijken. En dan heb ik je. Jij zit hier, je review. Maar er staan nog meer omhooglazen in dingen. Dat is zo. Hebben we nog wat? Nou, succes.
En wat? Kijk, daar was ik dat ik één minuut bedenk. Hij maakt het niet alleen niet beter dan wat ik denk niet dat dat het niet goed bij het is. Maar het is een beetje laag in het verkeer. Maar het is eigenlijk Je kan er wel. Yes.